Bruno Mars, Justin Bieber, Guus Meeuwis, Ariana Grande, Snelle, Antoon. Het zijn allemaal artiesten. Maar zou je er ook een kunnen worden zonder enige ervaring? Daar ga ik achterkomen, want in de komende uren ga ik leren zingen, een nummer uitbrengen en een videoclip maken met als doel compleet viraal te gaan op TikTok en Spotify. Maar dit doe ik natuurlijk niet zonder reden, want eigenlijk ben ik al mijn hele leven geobsedeerd met muziek. Zo wou ik vroeger bijvoorbeeld DJ worden en was mijn grote voorbeeld dan ook Martin Garrix, zowel Martijn Garritsen, die al op jonge leeftijd groot succes behaalde in de muziekwereld. En dat wou ik ook, alleen lag mijn talent vooral bij drummen. Heb ik opgetreden voor 500 man en startte ik een YouTube kanaal waar ik drumvideo's op plaats. En na lange tijd elke dag te hebben gedrumd, ging er eentje flink viraal met maar liefst meer dan 600.000 views. Maar na al die tijd is er nog steeds één ding wat ik echt totaal niet kan. En dat is zingen. Dus wil ik graag gaan bewijzen dat ik wel kan zingen. En mijn tactiek is eigenlijk gewoon vooral veel doen. Veel meezingen met liedjes. When you let it go. Maar ja, naast zang heb je natuurlijk ook andere dingen nodig om een nummer te maken. Bijvoorbeeld een beat. En daarvoor hebben we natuurlijk hulp geregeld van professionals. Als het goed is, wonen ze hier. Hallo. Wie ben jij? Ik kom voor. Die woont hier. Die woont hier zo naast. Welk huis? Waar gaan jullie heen? Kom. Oh, hij is hier wel. Hé, hey, strijder. Oh, ja. Dit is Floris Keizer. Jullie kunnen hem kennen van Chick als Jade Anna. Yes. En Criminal. Mijn naam is Floris Keizer. Ik ben artiest. Jullie kunnen me kennen van Chick als Jade Anna, Durf Niet en nog meer nummers. En we hebben natuurlijk ook een producer. Dat is Ea. Dat is Ea. En ik ben ook artiest. Jullie kunnen me kennen van het liedje. Zij is al 2 jaar mijn collega en de naam is Anne Fleur. Oh ja. Maar goed, deze artiesten gaan mij dus helpen bij het maken van mijn eigen nummer. En daarnaast heb ik ook nog een goede vriend van me meegenomen. Die straks trouwens samen met mij dit nummer gaat zingen. Holy shit. Oh, dit is lijp. Ja. Dit is oprecht de dikste studio die ik ooit heb gezien. Dit is ook de eerste keer dat ik in de studio ben. Ja. Dus dit is de plek waar deze gasten muziek maken. Want ja, we gaan inderdaad een nummertje maken. En, ja, hebben jullie ideeën überhaupt voordat jullie kwamen van ik wil dit onderwerp, ik wil zo'n soort beat. Ja, weet je, die gast die was 2 uur te laat. Dus ik dacht, laten we dit liedje gewoon over te laat komen maken, weet je wel. Slimme jongen. Okay. Wat is stap 1 als je een liedje gaat maken? Wat doe je dan als eerste? Dat ligt aan het moment en aan de persoon. Wij als artiesten en producers zijn het meestal gewoon op basis van zoeken een geluid. En dan gaan we gewoon kijken, oh hier kan wel zo'n soort vibe op. Ga je gewoon een beetje viben, neurieën. Ja, ieder heeft zijn eigen manier, maar dit is hoe wij in ieder geval aan de slag gaan. En dus gaan we eerst even kijken naar wat voor vibe en melodie ik aan mijn nummer wil gaan koppelen. Om zo in een paar stappen langzaam naar het eindproduct toe te gaan werken. Ja. Nou, heel veel van die 80's plukjes eigenlijk. Ja, 80's. Ja, zo'n jaren 80, ja, weet je wel. We hebben iets met te laat. We hebben in ieder geval een soort van 80's vibes met een soort van beetje retro-achtig. Okay. Ja, retro man. Retro. Ja, en ik heb wel eens beats gemaakt, gisteren, vanochtend, 2 weken geleden, elke dag bijna. En dat typ ik gewoon in 80's. Dan ga ik kijken wat voor beaten naar boven komt. Want ik heb wel eens 80's beats gemaakt, weet je wel. Jij hebt die beats gewoon al klaar liggen in principe. Ja. Holy shit, gast. Als ik te laat kom, sta jij klaar. Ik kan niet freestylen. Ik kom te laat, ik stond op straat. Dus dit is dus een van de beats die hij al heeft gemaakt. Wat is dit? Kom met die shank. Ja. Oké, we hebben nu dus het onderwerp een beetje bepaald. En we hebben een beat uitgekozen die ons liedje gaat krijgen. En dan gaan we nu de tekst schrijven. Maar ik heb echt geen idee hoe dat werkt. Hoe verzinnen jullie zeg maar iets wat op elkaar rijmt? Ik ben te laat, maar lijk op een schaap. Kom te laat. Ik kan hem ook aan happen, hè, dus. Ik kom weer te laat voor de zoveelste keer. We moeten een ander woord wat rijmt op laat doen hebben. Ik kom te laat? Shoddy, dat is een lokroep. Iets wat op te laat rijmt. Ja, maar ik moet dan ook wat verder denken. Ja, want je kan wel een woordje praat, straat, traat. Maar je moet wel zorgen dat het wel aan het onderwerp past, zodat je door kan praten. Dus wij ook gewoon een beetje dingen proberen, toch? En dan zo. Ik kom weer te laat voor de zoveelste keer. Stond niet paraat. Het overkomt me nu alweer. Mis de trein, moest op. Nu moet je zeg maar weer iets hebben wat op fiets rijmt. Ja, dat kan. Ik had haast, dacht even niet. Ik mis de trein, moest op de fiets. Ja, let's go. De tijd tikt door, maar ik had niets. Ik mis de trein, moest op de fiets. De tijd tikt door, maar ik had niets. Na 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 na. Oh ja, dan inderdaad na 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 na. Hoe ik altijd kijk, dan is... je gaat weer kijken naar het laatste woordje. Nou, dat is dit voor een E-klank. Ga je weer een woord zoeken zoals alleen, dat soort woorden. En dan vanuit daar kijk. Oké, hoe kan dat in het concept passen? En dan vanuit daar dan weer rest van de zin bouwen. Dus eigenlijk schrijf ik dan andersom. Je begint eigenlijk aan het einde van je zin. En dan pas ga je achteruit schrijven of zo in mijn hoofd. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ik sliep alleen maar uit. Kwam altijd te laat op school. Ja, dat is dik. En wie heeft dat bedacht? Ikzelf. Oké, en nu we ook de tekst hebben bedacht, is het tijd om te gaan zingen. En trouwens ook meteen de stap waar ik het meest tegenop zie. Want ja, ik kan niet zingen.
Dus dit wordt nog wat. Ik sliep alleen maar uit, kwam altijd te laat op school. Te laat op school. Ja, die zong goed. Dit wordt echt nog wat. Ik kwam altijd te laat op school, te laat op school. Maat, wat is dit ouwe? Ja, ik weet het in mijn hoofd. Hij weet het niet uit zelf, geef hem. Komt-ie, hè? Komt-ie. Okay. Ik sliep alleen maar uit, kwam altijd te laat. Nu niet meer lachen. Daarna was ik uit, kon ik werken aan mijn goals, ja aan mijn goals. Ik was alleen maar bezig met YouTube. En sommigen die lagen in een deuk. Ik doe oprecht mijn best. Ik was alleen maar bezig met YouTube. Sommigen die lagen in een deuk. Als ik moet, dan kan ik het niet. Hoe kan dit? Net hetzelfde met schijten, weet je. Dan moet je en dan wil je. Maar dan ga je zitten en dan kun je het niet. Dat is eigenlijk hetzelfde. Heb je dat? Oké. Hoe laat? Ik sliep... Oh nee. Gaat ik sliep alleen maar uit. Ik was altijd... Oké. Ja, die sound effect erbij, die maakt hem af. Komt ie, hè? Ik kom weer te laat voor de zin. Ik zie hem vanuit mijn ogen, zie ik hem dansen. Goh, Sander, ze lacht de hele studio knalt uit elkaar. Maar goed, mijn stuk van het liedje is in ieder geval klaar. En dan is het nu aan Sam de eer om te gaan zingen. Soms, soms. Oh, joh, man. Wacht, ik moet even een slokje water nemen. Ik kom ooit daar waar ik hoort te zijn. Soms, 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 vaak, maar ben aan de trend. Oké, en dan zijn we nu bij het gedeelte om de stem te gaan bewerken. Dus een beetje autotune erop. Maar hoe werkt autotune nou eigenlijk? Nou, als je vals zingt, dan zorgt autotune ervoor dat je niet vals zingt. Hoe moet je dit beter uitleggen? Oké, dus wat je doet is, stel, hier wordt een noot vals gezongen, zoals nu. Kan ik deze handmatig een paar noten naar boven zetten en dan... Dan klinkt het wel goed. Ja, en nadat we nu het hele nummer hebben gezongen en nog eventjes de puntjes op de i zetten, is het tijd voor het filmen van de clipshoot. Oftewel, de slechtste clip ooit. Daar zit je horloge niet. Je horloge zit op die pols. Sander, man. Ik kom weer te laat voor de zoveelste keer. Ik ken de tekst niet. Paraat, het overkomt me nu alweer. Ik mis de trein, moet op de fiets. De tijd ik door, maar ik heb niets. Kom ik ooit nog eens op tijd? Geen idee. Maar goed, de gehele clip en natuurlijk het nummer kunnen jullie zien in een andere video. Maar nu eerst de conclusie. Kan je zonder ervaring een nummer maken? Nou, het was wel leuk om te doen, maar de conclusie is eigenlijk niet helemaal. Op zich mee eens. Nee, niet weg, dat het nog steeds 5,5 krijgt van mij de tune. 5,5. Je kan alles bereiken, maar je moet er wel wat voor doen. En het was een leuke dag. Leuk voor het kijken. Leuk voor het kijken. Abonneer. En bon chien. Ja, ik heb scheet gelaten. Kom ik ooit nog eens de tijd? Geen idee.